Binnen het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP, loopt nu een vooronderzoek naar welke gebouwen in de tweede ronde aangepakt zullen worden. Natasha Deul, de coördinator van het project, heeft op een persconferentie een toelichting gegeven op de ontwikkelingen binnen PURP. Na fase 1 is het nu tijd voor de voorbereidingen naar de tweede fase. Daar gaan wij naar meer gebouwen. We denken nu in termen van 5 tot 10 gebouwen. Ze zijn reeds geselecteerd, alleen zijn we nog bezig met vooronderzoek om te kijken in welke staat verkeren ze, wat moet er precies gedaan worden en wat is het beschikbare budget. We hebben nu een aanzet gemaakt met 3 openbare plekken, Waterkant, Kerkplein en Fort Zeelandia. Het is de bedoeling dat wij in PURP 2 doorgaan met deze 3 openbare plekken, maar we gaan ook uitkijken naar welke andere plekken binnen de historische stad ook een beurt nodig hebben. En natuurlijk zijn alle andere organisaties, ministeries, overheidsinstituten welkom om hiermee te helpen. Deul zegt verder dat er ook een studie is gedaan naar de wijze waarop de palmentuin moet worden aangepakt. Het is gebleken dat meer dan de helft van de palmen verwijderd moeten worden. En u begrijpt, 50% van de palmen uit palmentuin halen, dan wat blijft over? Natuurlijk, het gaat om 900 zoveel palmen, dus er zou wel behoorlijk wat overblijven, maar de gap zou significant zijn als je gewoon de helft weghaalt. Omdat palmentuin een belangrijk deel is van onze werelderfgoedsite, heeft UNESCO en de IDB gevraagd dat wij een second opinion doen. Dus een tweede studie, zodat er internationale boomklimmers komen om te klimmen, dat ding te inspecteren van boven naar beneden. En ze hebben letterlijk alle 900 zoveel palmen aangedaan. Je kan je voorstellen, er gaat heel veel tijd daarin zitten. De tweede studie is pas juni geëindigd. Wij hebben in de tussentijd de internationale boomkenners opnieuw moeten contracteren om naar Suriname te komen. Afspraken maken met onze lokale partners, de overheid. Hoe gaan we dit traject inzetten? De schoonmaak binnen de palmentuin is volgens de projectcoördinator al begonnen. De behandeling van de bomen gaat door tot oktober. De UNESCO eist een onderhoudsplan en daar zijn de belanghebbende organisaties mee bezig.